ons is vandag hierso op die gronde van die Bloukransmonument om Gerrit Maritz se grafblad terug te sit. Onlangs was dit deur vandaliste drasties natuurlik uitmekaar uitgebreek. Tot ons natuurlik vandag spesiaal al die pad van Pretoria af gekom om die grafblad weer terug te sit. Is ons natuurlijk van die FAK af, die Erfenisstigting en natuurlijk Loud en Tip, wat speciaal ook geborg het, een bakkie om al die pad, natuurlijk dit hierdie kant toe te bring, wat ons speciaal voor wil dankie sê. Maar het is raarig, die geskiedkundige gronde word beskerm deur die Erfenisstigting en hopelijk in die toekomst kan die gemeenskap saam met ons span, om seker te maak, sodat sulke vandalistiese dade nie verder voort kan gaan nie. Dit is nodig om te weet dat daar proces is wat gevolg moet word om bijvoorbeeld die grafblad te herstel. En dit, ons noem het een permit proces. Dit is een afdeling 34-1 aansoek wat jy doen by die erfenis overheid van die provincie. Hier sal dit wees Amalfa. Ons het die aansoek gedoen en in die aansoek self is daar een vereiste dat daar een erfenisconsultant of een erfenisspecialist op jou span moet wees. En in hierdie geval het die FAK my dan nou genader om die erfenisspecialist op hierdie span te wees.